Je lingerie? It's jade in a jade pants. Hallo leerlingen. Dit is so fashionable. De jade mini dress. Ja, zeg man. Yo guys! Auw! Ah, man, dat deed echt fucking veel pijn. Auw! Ik was dus vergeten dat ik een schuine muur hier had. Auw! Normaal neem ik mijn shoplogs daarop, maar ik heb geen zin om mijn bed op te dekken, dus jullie kennen dat wel. Mijn nagels zijn echt allemaal gebarsten. Wat ik dus zou zeggen, welkom op dit kanaal. Omdat ik zo verward was, deed ik mijn intro nog eens langs de foute kant ook. Goed bezig. Just shit. I'm gonna die. Jullie weten dat ik mijn SD-kaart ben kwijtgeraakt met superveel video's op, dus ik moet helemaal opnieuw. Maar vandaag heb ik echt een superleuke video voor jullie. En ik weet dat jullie die echt superleuk gaan vinden. Maar het is alvast eerst een dikke shout-out naar deze twee reacties van de vorige video. Gefeliciteerd. Thanks voor jullie lieve reacties. Wil jij nu ook zo'n shout-out in mijn volgende video? Dan moet je gewoon reageren met de hashtag Justice. Laten we er nu gewoon maar invliegen. Ik heb dus op Zalando eigenlijk één grote bestelling gedaan. Die in drie verschillende dozen aankwam. Dat klein doosje zat in een doos. Maar het speciale is, ja, jullie zien het waarschijnlijk ook al aan de titel, dat al deze artikelen met de naam jade zijn. Oh, hallo? Het is vandaag echt niet mijn dag. Maar dus, ik kwam op het idee van de video van Onne Die. Die heeft dat ook gedaan, met haar naam Dionne. En dan leek me echt super leuk om eens te kijken wat ze met de naam jade hadden en of het ook echt jade schreeuwt. Dus ik ga ze eerst beoordelen en dan passen. Ik heb niet alleen kleren, maar ook schoenen en handtassen. Dus ja, let's go. Laat dan zeker een like achter, want ik heb heel lang moeten wachten op al deze artikelen. Oké, als eerste hebben we precies een stukje lingerie. I don't know. Maar dit is dus van City Chic en heet Jade Chemise. Kijk hoe cool, mijn naam staat daar gewoon op. Ik heb deze gekocht voor 30 euro's. En we gaan doen eens passen. En bloep. Zet u een chemise décolleté, hè. ik zou niet echt zeggen dat dit direct mijn stijl is. Ik weet ook zo niet of het lingerie is, of het voor dagelijks te dragen is. Maar ik zou het niet dragen. Wat vinden jullie ervan? Laat weten. Ik vind het niet echt dat dat jade schreeuwt, maar de bloemprint is wel mooi. Oh, we zullen ook punten geven op 10. Deze geef ik een 7 op 10. Het is ook een beetje groot. Dan had ik een zwarte broek gevonden. En die heet dus Jade Jeans Skinny Fit. Okay. En het is van het merk Blanche. Weet je, die kost 80 euro. 80 euro's voor een broek. Ja, sommige broeken zijn ook gewoon duur, maar voor een merk dat ik niet ken. Huh? Oeh, look at this. It's jade in a jade pants. Op zich vind ik de broek wel mooi. Maar voor 80 euro en van een vreemd merk ga ik ze niet bijhouden. Het is ook zo iets te laag. Ik hou van broeken die van achter ook nog een klein beetje hoger komen. Dus deze is iets minder, maar op zich 8 op 10 of zo. En dan gaan we door naar deze. Aan alle die dit mooi vinden, gecondoleerd. Aan alle die dit niet mooi vinden, ook gecondoleerd, want je gaat mijn hoofd daarin zien. Dit is dus de Jade Cathy Shirt Tall. En dit is toch echt iets wat een PO-leraar zou dragen of zo. Like, dit schreeuwt totaal geen jade. We gaan het eens passen. Hallo leerlingen, vandaag gaan wij een zelfportret maken. Met de ene kant hoe jij jezelf ziet en de andere kant hoe andere mensen jou zien. Welkom bij de PO-les. Plastische opvoeding. Ja, dit is hem niet. Hoeveel kostte die? Deze kostte 48 euro. 48 euro voor deze jade chemise. Deze geef ik een 2 op 10. I think it's really ugly. Het is gewoon... Kijk, de kleuren apart vind ik mooi, maar ze matchen niet. En ook de stijl van hemd is niet mijn ding. Oké, het volgende is dus een broek van hetzelfde dat ik eerst aan had, dat kleedje. Deze heet de Jade Pant. Jade Pant. Wauw. Dit is zo fashionable. Look at deze broek. Kijk, maar ik ben nu echt gewoon een fashion icon. Ja toch. Nu moet zo dat hemd voor de helft in mijn broek steken. Ja, dit is hem. Dit is de look. Deze broek kost 60 euro. Wat wil je? Nee, heeft gekakt. Mijn hond, by the way. Deze geef ik een 4 op 10. Voor mij is het een no-go. Deze is nog een grotere no-go. Is dat een kleedje? Dat is very short. Ja, de mini dress. Dat zat die binnenstebuiten. Hij heeft hier een ticket. En hier. Maar wat de hel? Dit was 45 euro. Oké.
Het is wel zeer mini hoor. Ja, dit is de Jade Mini Dress. Het is ook very mini. Kan ook gewoon zijn omdat ik 1,70 meter ben. Het is redelijk groot. Maar als ik dat zou dragen, zou je gewoon mijn onderbroek kunnen zien als ik gewoon wandel. Een 7 op 10. Ik vind de kleur wel nice. Patroontje ook. Het is gewoon iets te kort. En hier is het een beetje raar. 45 euro. Guys, doe rustig. Als volgende hebben we schoenen. Van Raid. Die waren constant uitverkocht. Blijkbaar is dat, I don't know, zeer gewild of zo. Deze waren 40 euro's. En ja, van het merk Raid. Ze heten Jade sandalen met hoge hak. Cool. Er staat echt zo Jade in. Het voelt alsof ik merch heb. Natuurlijk, ik zou dit zelfs niet dragen met zo'n hoge hak. Dan ben ik echt 10 centimeter groter dan Evert of zo. Maar ik vind het op zich mooie sandalen. Ik ga ze niet passen. Ik weet dat die te klein gaan zijn. Als ik hakken draag, pak ik de altijd 39. Maar op zich, mooie schoenen. I like it. Het is goedgekeurd. 8 op 10. Het volgende is een very expensive dress. Very expensive. Jullie mogen nu even al gokken in de reacties hoe duur dat dit kleedje was. Ik zal even een poll aanmaken. Oké, schat even hoe duur dat deze jurk is. Because it's very expensive. Ik krijg echt een hele bijbel aan. Het kleedje is dus oorspronkelijk 180 euro en staat nu in uitverkoop voor 145. Uitverkoop, ja? Het is dus ja, echt van een designster. Het is van Cecile Kopenhagen. En dit is de Jade Dress. Op zich vind ik het wel leuk. Ik vind het een leuke stijl. De Jade Dress. Boom, padapas. Oeh. Don't fall over. Bijna de 100k award viel. Oh no. Sowieso, dat schaap gaat vallen. Op zich vind ik het een mooi kleedje. Het is wel heel lossig. Ik denk dat heel airy is in de zomer. Jammer dat de taille niet meer taille is. En de onderkant zo wat meer hoep. Dan zou ik het echt leuk hebben gevonden. Maar voor 145 euro, sasse very expensive. Ik weet nog dat ik dat heb aangehad op een Instagram story om te vragen aan jullie of ik dat zou houden. En een man op Twitch, ik stream op Twitch elke vrijdag en zaterdag om 20 uur. Super leuk trouwens, altijd live games spelen, ook samen met jullie. Even zelfpromo. Maar ineens zei zo'n gast op mijn live, ja, ik wil dat kleedje wel kopen voor u. En dat was like, oh. Dat hoeft niet. En ik voelde me echt al schuldig. maar ik heb jullie het leukste nog niet verteld aan deze dress. Deze is dus de Raspberry Dress. De Raspberry Jade Dress. En het grappige is dat raspberries, dus frambozen, mijn lievelingsfruit is. Ja, ik weet het niet, aardbeien. Ik vind frambozen nog iets lekkerder, maar ik vind aardbeien er gewoon heel leuk uitzien. Maar ik dacht dus van, wow, dat is echt, dat is voorbestemd. Het model doet het hem niet voor mij. Ik weet ook niet wat voor pose dat was, maar laten we naar de volgende gaan. Oh my goodie! De Jade Quilt Cat. Dit is dus een handtas met mijn naam. Wat? Het is van New Look. En deze is iets minder duur dan alle andere kleding. Deze was 11 euro. I love it. Wacht, dat gaat niet. Ja, waarom niet? Waarom niet? Ik vind hem leuk. Ik zou hem gewoon al bijhouden doordat het de naam Jade heeft. Like, dit is wel oké dat de naam Jade heeft. Oh, dit kleedje geef ik trouwens een 7 op 10. En deze handtas een 8. Hier zit weer van dat propgedoe in. Oké, dus van binnen heeft het nog zo van die andere vakjes. Oeh, en een vakje met rits. Nice, nice. Maar ik heb echt al te veel handtassen, mannen. Ik zou ook echt de hele tijd prutsen met dit, by the way. We hebben nog twee dingen. Ze stuurde mij een body. Een body. In deze aparte doos. Dit is dus een Levi's body. En het heet Jade Top Bok Choy. Precies een soort eten van een ander land of zo. Dit is de body. Het lijkt op, ja, het is gewoon een badpakachtig iets. Maar de stof is ook zo rekbaar. Het is precies een badpak, maar dan in stof. En deze kosten, hou jullie vast, 32 euro voor een body, mannen. Voor een body. Oké, het is gewoon een body. Ik heb er nog niks onder aan, dus ik ga niet te ver van de camera stappen. Dit is van Selected Femme. En het heet SLF Helena MW Jade. Oeh, I can't breathe. Dit is dus de Jade Skirt. Ik weet niet waarom ik altijd moet slagen, maar dit is de Jade Skirt. I know I fucked up. Het is een beetje te klein.
een beetje. En ik vind dat ook niet de naam Jade erbij past. We gaan even terug transformeren in de mooiste outfit om deze video af te sluiten. Oké, ja, hier ga ik ook de thumbnail in maken, want dit is toch too fashionable to be true. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat dan zeker een like achter. Vergeet niet om te abonneren voor meer van deze rare, gekke video's. Laat zeker nog wat video-ideetjes achter voor mij. Ik ga ook zeker meer 24 uur challenges doen. Ik heb er al 2 gedaan, die waren echt wel grappig. En jullie vonden die ook leuk. Auw, ik kan geen split hoor. Ha! Nee, aho! Vergeet niet om een reactie achter te laten met wat jouw favoriete artikel was. Ik hou van jullie en dan zie ik nu... Toedeloo! Osh. Ja, oké, toedeloo, toedels. Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Druk op dit bolletje om te abonneren. Dat zou me heel blij maken. En naast het abonneerknopje staat ook een belletje. Daarop kan je klikken en zo ontvang je elke keer een melding als ik upload.